je moet maar zeggen ja. Nee, je moet wel gewoon normaal. Ik moet wel in het centrum. Centrum van de Tentje, niet een fucking zwaan. Hallo allemaal en welkom bij een nieuwe aflevering van Gangsters op Straat. En vandaag zijn we in Utrecht om mensen te gaan interviewen. Dus let's go! Ik sta hiernaast. Roos. Jeske. Rochelle. Oké, en hoe goed is jullie algemene kennis? Niet zo heel goed, denk ik. Niet heel goed, denk ik. Nee? Mwah. Mwah. Wat is de hoofdstad van de USA? God. Weet je dat? Nee. ik weet dat echt niet. Doe een gok. Nee. Ik ben echt niet zo slim. Oh god. Nou, volgende vraag. Oké, ik sta hiernaast. Tayem. Bilal. Sayed. Wat is de hoofdstad van de USA? Nee, hackers. Washington. New York, Washington of zoiets. Wat is je final answer? Liverpool? Wat? Real Madrid. New York, denk ik. New York? Madrid. Nee, natuurlijk niet. Wat? Het is Liverpool. Ja! Ja. Je noem drie landen met de letter B. Hoe heet dat? België. Bulgarije. Bosnië. Ja! Oké, ik sta hiernaast. Daphne. En Raquella. Hoeveel is je outfit waard? Ik weet het niet. Dit is 28 euro. Ja? Deze was 150. Goldwit Trust-trui was 60 of zo. Volgens mij. Oorbellen waren volgens mij 20. Nee, make-up telt niet mee, toch? Jawel. Ja? Ja, het is gewoon maar een oudje. Heel duur allemaal. Maakt niet uit. Echt 50 euro erbij. 50 euro? Ja. Waar is het geld vandaan? Van mijn moeder. Oké, ik sta hiernaast. Michelle. Yep. En hoe goed is jullie algemene kennis? Matig. Triest. We gaan beginnen met, wat is de hoofdstad van de USA? Oh nee. Ja. Is het New York? New York? Nee. Dat is van, dat kan wel, daar gaan we voor. Ja? Nee, dat is niet goed. Noem drie landen met de letter G. Griekenland? Griekenland? Gelderland? Ja? Groenland! Groenland? Oké, ja? Andere vraag. Andere vraag. Wat is de hoofdstad van de USA? Londen. Londen? Weet je het zeker? Heeft die een hoofdstad? USA heeft geen hoofdstad. Dat zeg ik toch net? Welke letter komt als 26e in het alfabet? Oh, de Z. Ja. Toch? Gooi, ja. Er zijn 26 letters toch, dus dan is het de Z. Ja, toch? De X, want X, I. X, I. Nee, Z. Het zijn er 27. Nee, het zijn er toch 26? Het zijn er 27. Ik weet het niet hoor. X? Weet je zeker? Ik weet het niet. Oh, weet jij het? Ik zeg Z. Oké, geef jezelf een cijfer van 1 tot 10. Wie? Een 9. 10 natuurlijk. 10? Waarom 10? Naar wie moet ik de 10 geven dan? Aan jezelf? Ja, natuurlijk. Ja? Ja. En jij? Ja, ik het niet, want ik zelf hoe le. Kijk hoe knap ik ben. Kijk eens even zwoel in de camera. Even kijken, noem drie landen met de letter B. Bulgarije. België. Bimburg. Wat? Boombaland. Oh my god! Kijk, noem de hoofdstad van Australië. Oh, Sydney. Sydney? Jawel, ja. Melbourne. Wat? Nog een kans. Met de C. China. China is correct. Wie is de president van Amerika? Geen Trump. Geen Trump. De nieuwe. Wie is de nieuwe? Biden. Ja, Biden. Hoe heet hij van de voornaam? Washington Biden. Oh! Trump. Biden. Trump. Welke is het? Joe Trump. Biden. Trump. Ga overleggen met elkaar. Het is Trump. Trump heeft raar haar. Die is kaal. Wie is Trump? Dat is Joe Biden. Ik weet het zeker. Doe maar Joe Biden. Biden. Hoeveel is je outfit waard? We beginnen met mij. Deze jacket 210. Deze broek 80. Deze jacket 65. Deze outfit t-shirt 250. En onderbroek 25. Hoe kom jij aan zoveel geld? Mijn vader heeft echt bedrijf. Welke letter komt er als 26e in het alfabet? Er bestaat niet 24 letters heeft het al. Helemaal. Nee, 22 toch? Nee, 24. A, B, C. Maar welke is dan het 26e? C? A, B, nee, er staat niet zoveel. A, B, C, D, E, F, G, A, I, J. Nee, L, M, N, O, Q, R, S, T, U, V, X, Z. Wat is jullie final answer? Z. 24.
30 is correct. Nou, dit was alweer de allereerste aflevering van Gangsters op Straat. Super bedankt voor het kijken. En vond je het nou een leuke video? Doe dan een duimpje omhoog en abonneer op mijn kanaal. En laat me vooral weten in de comments naar welke stad ik de volgende keer toe moet. Tot ziens!